ik nou babysitten moet. Dat begrijp ik nog niet al te goed. Waarom moet ik op zo'n baby passen? Die steeds ligt te huilen en te plassen. Waarom ik nou babysitten moet? Dat begrijp ik nog niet al te goed. Biotex was boos. Boos op Loekie, Wiekie en Rikkie. Hij stond te mopperen. Jullie gaan lekker de stad in en ik kan de hele tijd binnen zitten om op kleine Wiekie te passen. Vind je Wiekie dan niet lief, Biotex? Ja, dat wel. Maar ze kan zo ontzettend blaren. Nou, Biotex, je bent niet aardig. Je mag best eens wat voor ons over hebben. Dat heb ik ook wel. Maar waarom mag ik nou niet een eindje met kleine Wiekie rijden met de kinderwagen? Omdat Wiekie bang is. Er is van de week ook al een kinderwagen met een babytje erin gestolen. De politie is op zoek naar de kinderdief. Het is een grote man met een zwarte baard. Toen hij dat hoorde, begreep Biotex wel dat Wiekie liever wilde dat hij binnenbleef met het babytje. Dus gingen de dametjes met een gerust geweten winkelen en Biotex bleef thuis bij de baby. Kleine Wiekie sliep rustig in haar bedje en Biotex zat voor het raam te kijken. Plotseling zag hij aan de overkant een grote man met een zwarte baard aankomen. Dat was ook toevallig. Dat was die lelijke kinderdief natuurlijk. Vlug bedacht hij een plan. Die slimme Biotex belde de politie op. Hallo, commissaris. U spreekt met Biotex. In de Beukenlaan loopt de kinderdief. Als u meteen komt, kunt u hem op heterdaad betrappen. Begrepen, wij komen. Vlug ging Biotex met de lege kinderwagen naar buiten. Hij zette de wagen bij het tuinhekje neer, klom er zelf in en kroop gauw onder de dekentjes en begon te huilen zoals kleine Wiekie dat altijd deed. En ja hoor, het plannetje lukte. Hij hoorde zware voetstappen aankomen en een stem zei... Zo, hoe kan ik het zo treffen? Een babytje alleen op straat, zo. Die zal ik maar eens even meenemen. En de kinderdief nam de kinderwagen met Biotex mee. Maar daar hoorde Biotex de politiewagen al aankomen. En daar had de dief niet op gerekend. Hij werd omsingeld door agenten en kon niet meer ontsnappen. Dat gaf een hele herrie in de straat. Loekie, Rikkie en Wiekie kwamen op dat moment net terug uit de stad. Oh, grote grutjes! Er is iets met Wiekie gebeurd. Biotex heeft natuurlijk niet goed opgepast. Wiekie stormde op de kinderwagen af. En wie zag ze daar liggen? Biotex. Schrik maar niet hoor. Kleine Wiekie ligt veilig thuis in haar bedje. En ik heb de kinderdief gevangen. Nou, dat was maar wat. Hij kreeg een grote beloning. En weer was Biotex de held van de dag. Wie is de held van de dag? Biotex, Biotex, slaat een geweldige slag. Biotex, Biotex,